voor die kleine jochies, die kijken natuurlijk altijd op tegen de grote jongens van Kampong. En ja, vroeger was het bij mij net zo. Kon ik er ook heel erg van genieten om dan wel training of dan wel aandacht te krijgen van jouw idool of dan jouw topper. En ja, het is leuk om op deze manier daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Vorig jaar startte Kampong er al mee. En dit jaar krijgt het een vervolg. Kampong Buddies. Speciaal voor alle jeugdleden. Alle spelers van Dames en Heren 1, dus inclusief Kieran Kaspers, ook Julia Müller, Constant Jonker, die hebben een team onder hun hoede. Die gaan één keer, twee keer per seizoen langs. En bij een training en of een wedstrijd. En op die manier de kinderen blij te maken. Het buddyproject voor Kampong is heel belangrijk, omdat wij een grote vereniging zijn met heel veel jeugdspelers. We hebben een heren 1 en een dames 1 die fantastisch werk doen. En wij vinden het belangrijk dat de jeugd ook die spelers leert kennen. En dat die spelers zich ook met de jeugd bemoeien. De jongens van D3 genieten enorm van de aanwezigheid van hun topbuddy Sander de Wijn. Ja, ik vond het heel leuk. En ik heb er wel wat van geleerd. Ja, ik vond het wel heel cool. Ik heb hem ook zien spelen tijdens de kwalificaties voor de league. En hij is heel goed en ik vond het heel leuk om nu gewoon naast hem te zien zitten. Hartstikke leuk. Vooral de jongens vinden het heel erg leuk dat er zo'n bekende speler uit zo'n hoog team bij hun komt kijken. Er wordt wel over gepraat, dat is wel spannend. Er zit toch een flinke leeftijdsverschil tussen, dus het is toch, ja, daar kijk ik steeds op. Bij meisjes D5 staat international Malou Fennings langs de lijn, samen met coach Chris de Vet. Zij trotseerde op haar enige vrijdag, de koudste dag van maart, om haar meiden bij te staan. Tijdens het wisselen, steeds als een meisje het veld uitkwam, ging ik er even bij zitten en heb ik geprobeerd ze een tip mee te geven, om iets mee te geven waar ze in de wedstrijd iets aan hadden. Vandaag gaat de beuk erin, gaan knallen. Ja? Ja. Ik heb vooral ook gezegd dat ze lekker veel moeten blijven hockeyen, lekker veel trainen en veel energie erin moeten stoppen en het leuk moeten blijven vinden. En dat het dan helemaal goed gaat komen. Zowel van de spelers als van de teams waar ze zijn geweest heb ik al gehoord dat het een ongelooflijk succes is. De spelers vinden het heel leuk om zich een uurtje te bemoeien met zo'n team. En ze kunnen ze wat leren, maar vooral ook dat ze leren kennen. En ik weet zeker dat ze zondag op de tribune zitten. Volgens mij vonden de jongens het heel leuk en dat is het belangrijkste om ze te enthousiasmeren voor het spelletje en er plezier in te hebben. En dat wij daar ook voor hun zijn. En Malou wachtte nog een grootste verrassing, bestemd voor heel Dames 1. Deze is voor jou. Die heb ik net een cadeau gekregen. Ja, de meiden van Meisje D5 hebben er zelf ook eentje. En als bedankje heb ik er nu eentje gekregen om bij Dames 1 in de kleedkamer te zetten. Dus dat is wel heel leuk.